Ja, wintervissen. Je hebt er wat mee of je zegt van nee, dat is mij veel te koud of veel te lang wachten voor de karpen. Maar toch, karpen zijn deze periode wel echt heel erg mooi. Ze zijn op topgewicht en als je ze ook vangt, weet je wel, het is, ja, alles gaat een beetje slow motion, maar ze zijn echt prachtig mooi van kleur ook. Maar wintervissen is niet zo heel gemakkelijk. En dat klopt omdat een karper natuurlijk koudbloedig is. En doordat ze koudbloedig zijn, hebben ze gewoon dezelfde temperatuur als het water. En dat is wel een dingetje wat heel veel mensen vergeten. En daardoor voeren ze ook net zoveel als wat ze eigenlijk doen normaal gesproken in het jaar. Dus onthoud heel goed dat als het water 5 graden is, die karper ook 5 graden is. En daarmee eigenlijk alles veel langzamer gaat voor die karper. Dus eigenlijk in slow motion. Het tip nummer 1 die ik jullie mee wil geven is beetregistratie. Beetregistratie is in de winter ontzettend belangrijk natuurlijk. En dat heeft niet alleen te maken met dat ze zich zo heel langzaamaan verplaatsen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat wanneer het haakaas wordt opgepakt, wil je gewoon direct zien wat er gebeurt. Want het kan dus heel goed zijn dat die karper niet alleen langzaam verplaatst, maar ook bijna niet verplaatst. Dus een aanbeet kan best wel eens zijn dat je gewoon een paar piepen krijgt en dat was het. En die karper blijft gewoon liggen. Kijk, in dit een tegenstelling natuurlijk in die warme periode waarin die karper wel gaat zwemmen. Beetregistratie, waar moet je nu op denken? Allereerst kun je natuurlijk je beetmelders wat gevoeliger zetten. En dat is wel aan te raden. Je moet wel een beetje voorkomen natuurlijk dat je niet constant valse piepen krijgt. Maar wat ik ook altijd doe, ik hang mijn hangers altijd een beetje halverwege. Dus ik kan zowel een oploper registreren als ook een zakker. En dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk. Kijk, want als je natuurlijk redelijk met de redelijke strakke lijnen vist en die hangen die hangt vrij hoog, dan moet er nogal aangetrokken worden, zeg maar, wil jij indicatie krijgen. Bij mij is het nu namelijk zo dat als ik aan die lijn trek, ook al trek ik er heel lichtjes aan, die waker altijd omhoog komt. Krijg ik het terugzakker, dan valt hij alsnog naar de hengel toe. Dus na het ingooien span ik de lijn een beetje op, vervolgens geef ik een beetje lijn. En stel ik de waker zo af dat de waker zeg maar halverwege ongeveer hangt. En doordat je die lijn eerst hebt opgespannen, kan er eigenlijk niet veel gebeuren zeg maar, of die waker moet al bewegen. Gebruik dan ook geen extra gewichten op de wakers. Vis zeg maar met betrekkelijk lichte wakers. En ik mag ook heel graag met de toppen omhoog vissen, want dan zie ik namelijk ook de lijn die zeg maar van de top naar de oppervlakte van de hengel toe gaat. Zie ik vaak al van tevoren bewegen. En dat is niet alleen dat ik dan heel snel de beetindicatie krijg, maar ik zie ook als er wel beweging is, zeg maar, tussen mijn plek waar ik zit te vissen of dichter op de kant. Dus het kan dus heel goed betekenen, en dat is eigenlijk wintertip nummer 2, dat je iets dichterbij moet vissen wanneer je veel lijnzwemmers krijgt. Dus met je beetindicatie kun je dus A, heel snel reageren op een aanbeet en mis je dus ook helemaal niks. Maar je kan ook de plek bepalen waar die karpen zwemmen. Door goed op te letten wat je krijgt zeg maar, aan lijnzwemmers. En een lijnzwemmer is vaak dat de waker gaat omhoog en zakt weer terug naar zijn originele positie. Dus dat is een lijnzwemmer. Dus pak ook niet direct je hengel op. Kijk eventjes wat er gebeurt. Is het ook daadwerkelijk een lijnzwemmer of is het ook daadwerkelijk een aanbeet? Mijn derde wintertip voor jullie is voer compact. Kijk, veel karpervissers weten wel dat als je op witvis vist, dat het belangrijk is dat je je voer ook daadwerkelijk brengt daar waar je haakaas is. En zeg maar die focus op je haakaas en niet zeg maar door wat verspreider te voeren,
levert gewoon veel sneller een aanbeter. Je moet ook niet vergeten dat die karper in de winter heeft natuurlijk een hele korte aasperiode. En dan wil je niet hebben dat hij zeg maar, op een andere plek zich makkelijk vol kan eten. Je wil hebben dat als hij aas tegenkomt, dat ook jouw haak daarbij ligt. Dus daarom zorg ervoor dat je compact voert. Dit kun je doen zeg maar, door een kleine PVA-stick te gebruiken. Die rijd je dan op je onderlijn, zeker bij heel diep water. Is dat wel verstandig om te doen, anders kan zeg maar, tijdens het afdalen de PVA zeg maar, van jouw haak afgaan. Dus ik rijd hem gewoon op de onderlijn. En als je gaat voeren, zeg maar, het mooiste is om met de voerboot te voeren. Daar doe je wat boilies in. En als je hem dan laat droppen, zeg maar, drop je jouw montage ook met een slappe lijn, zodat alles mooi compact bij elkaar ligt. En op deze manier krijg je gewoon veel sneller een aanbeet. Ja hoor, een aanbeet. Wintertip nummer 4. Ja, locatie is natuurlijk wel alles. En ik mag in de winter toch graag een klein beetje voeren. En je hoeft niet heel veel te voeren. Vaak kun je met heel weinig voeren, handjevol, kun je best wel wat naar je hand zetten. Een hele goede tactiek die ik toepas is, ik vis vaak 2 hengels op de voerstek. En dan vis ik zeg maar 1 hengel. Daar zoek ik mee. En dat zoeken doe ik dan vaak met de voerboot. Ik vaar wat in het rond. En als ik dan ergens visactiviteit zie, dan drop ik gewoon daar een hengeltje op. Dat doe ik dan met een Ronnie-rig. Vaak opvallend haakaas, SC4 pop-upje eraan. En een klein beetje pellets erbij en that's it. Niet meer. Deze hengel kun je dan geregeld een keer verplaatsen door nou, met een voerboot, als je toch geen beet krijgt, zeg maar, een beetje rond te zoeken. En dan op die manier kun je heel makkelijk nog een tweede stek ontdekken. Voertip nummer 5, ik de drek even achteraan plakken. Vis je op een water zeg maar, met een hele zachte bodem, dan is het wel heel belangrijk om gebruik te maken van een PVA-stikje. Klein PVA-stikje zeg maar, rijd je gewoon op de onderlijn en die gaat werken zeg maar, als een parachute. Tijdens het afdalen remt hij zeg maar, het lood af, waardoor jouw haakaas als het ware veel langzamer naar de bodem toe zakt en daardoor ook veel beter bovenop het sediment komt te liggen. Eigenlijk op het sediment en zeg maar, tussen haakaas en het sediment krijg je dan jouw PVA-stik. En dat is natuurlijk ideaal voor in de winter. Want je wil natuurlijk niet hebben dat je haakaas in de bovenste sedimentlaag verdwijnt. Nou, ik ga toch even proberen deze vis naar binnen te halen. En dan gaan we over naar wintertip nummer 6. Wel wat commotie op de achtergrond. Er zijn wat mensen lopen hier langs met de hond. Even kijken. Hele mooie vis. Even mijn onderlijn. Zo, vis is wel perfect gehaakt in de onderlip. Een klein zinkertje. Dat is direct de tip die ik jullie meegeef. Tip nummer 6 voor in de winter.
zoals ik al zei, vissen zijn heel erg traag, zwemmen heel weinig. En dan wil je eigenlijk een rig hebben die zo snel mogelijk naar de onderlip draait. En daarbij... Oh, weet je, koude handen. Er staat een vies noordwindje. Maar dit is hem dan. Een prachtige spiegel. Oh, is er niet heel veel zin in. En wat ik dan vaak nog even doe, gebruik ik een shot om de hoek. En het liefst een haak met de rechterpunt. Curvehaak heeft zeker mijn voorkeur. Net als onze nieuwe spinnenhoek vind ik echt perfect voor in de winter om te gebruiken. Shot om de hoek erop. En dan een zinkertje op een 4-5 centimeters vanaf de haak. En dat zorgt ervoor dat je echt super scherp vist. Nou, deze heeft er niet heel veel zin in. Ik wil jullie de andere kant ook nog heel even laten zien. Het is echt een prachtige vis. Een drupje water erop. Ik wil eigenlijk mijn hengels er weer zo snel mogelijk weer in hebben. Zoals gezegd, aastijden zijn heel erg kort. Daar moet je wel gebruik van maken. En ondanks dat hij zal wel, dat is ook vaak zo, dan voelen ze mijn hele warme handen. In mijn belevenis zijn ze ijskoud. Maar dat komt dan in contact met die karper. En die karper, die, ja, op een of andere manier vindt hij dat niet prettig. En heb je heel vaak in de winter dat ze wat meer spartelen dan anders. Heel klein. En ze hebben natuurlijk een hele dikke slijmlaag. Dus het wordt wel een beetje meer een kliederbende wat dat aan gaat. Maar moet je zien. Geweldig toch. Zo even in de winter. Mijn tweede sessie. Maar hier doe ik het wel voor. Hele mooie vis. Hengel gaat er snel weer in. Misschien kan ik nog eentje vangen. Ja, het zonnetje is zelfs een heel klein beetje erdoor gekomen. Het is anders wel vies koud. Want de wind staat op deze kant. Het is hoge drukgebied. Dus eigenlijk niet zo heel erg goed voor de karpervissen. Maar toch, ik mag niet klagen. Ik heb een hele mooie winterkarper weten te vangen. Ik hoop dat jullie wat aan mijn tips hebben gehad. Wil je nou nog een aantal tips lezen? Klik dan even door naar het artikel op onze website. Daar staan nog een paar hele mooie tips in. In ieder geval bedankt voor het kijken. En vergeet ook niet om je even te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer.